je? Ja, erg goed. En inderdaad ook wel verwacht dat ik me vandaag erg goed zou voelen. Mooi weekend achter de rug en toch wel een mooie stap naar een heel veel hoger niveau. Ik voel me natuurlijk hartstikke goed en hartstikke blij nog steeds. En nog steeds wel een beetje onwerkelijk. Ik ben ook wel een beetje moe. Een onwijs strak toernooi gereden, denk ik. Ik moest wel weer een kleine buiging voor zwem maken aan het eind. Maar ja, ik kom gewoon dichterbij. Wanneer ga je hem pakken? Ja, daar moeten we aan werken. Nog harder trainen en dan volgend jaar ga ik gewoon weer lekker om mijn vanger erin klappen. En ga ik weer aanvallen. Dan gaan we het zien. Derde keer wereldkampioen. Hoe is dat? Ja, heel speciaal natuurlijk. Ja, ik bedoel, de eerste is speciaal, de tweede is speciaal en de derde is weer heel speciaal. En, ja, winnen wendt nooit, maar smaakt wel wat naar meer. Ik kan niet ontkennen dat ik met een heel blij gevoel hier op Schiphol sta. Ja, trots op het hele team, trots op het programma, maar vooral ook trots op de sporters. Wat maakte dit toernooi extra speciaal? Nou, dat was natuurlijk terug op podium van Sven. Op het toneel bij het WK Allround, dat hij dat gelijk weer wint. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Zelfsprekend is het natuurlijk nooit, zeker niet uit de situatie waar ik nu vandaan ben gekomen. Maar ik ben heel erg tevreden dat we juist na zo'n lange periode eruit geweest zijn, dat ik dan dit toch weer neer kan zetten. Voor ons was dit het belangrijkste weekend. En ze hebben maximaal gepresteerd en dat is fantastisch. Nu lekker naar huis een beetje bijkomen en genieten.